Ze hebben maar een korte aanloop, maar genoeg vaart om vannacht de kledingwinkel van Ton Kuster in Alkmaar binnen te rijden. Het resultaat? Een enorme puinhoop. De dieven gaan er vandoor met tienduizenden euro's aan dure merkkleding. Het zijn allemaal dure jassen, dus dat gaat heel hard. En er kunnen een hoop jassen in zo'n tas. Dus, maar die, ja, als ik nu de schade zie, denk ik dat die misschien nog wel groter is, eerlijk gezegd. Rolluik en raam en ja. Eén grote puinhoop natuurlijk. 2 weken geleden werd er ook al ingebroken. Toen kwamen ze met een moker binnen. Nu dus met een gestolen auto met valse kentekenplaten. Volgens eigenaar Ton wisten de daders precies waar ze voor kwamen. Ja, je ziet heel duidelijk dat ze dit voorbereid hebben. Omdat ze ook achterin op rekken die om de hoek zijn dingen pakken die je niet zomaar lukraak pakt. Dus het is gericht en ze hebben dit goed voorbereid. Ja. Ja, waar gaat dit heen? Dat weten we eigenlijk gewoon niet. En ik heb er gewoon geen woorden voor. Nee. De daders gaan er uiteindelijk met de buit vandoor op een motor. Ja, en de politie is op zoek naar getuigen. Voor Ton en het personeel rest niets anders dan puinruimen. Ja, we hadden net de ellende van de vorige keer opgeruimd. Ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. Dat is wel eens vervelend natuurlijk. En we willen natuurlijk gewoon lekker kleding verkopen en aan de gang. En hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus naar.